Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland. Er is weinig ruimte voor opklaringen. En vooral in het zuidwesten van het land kan vanochtend ook wat lichte neerslag vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar wat gemiezer is het zeker. Hier wordt het dus wel nat van 6 tot 8 graden. Vanochtend de temperatuur. Vanmiddag loopt het kwik wel wat verder op en wordt het een graad of 10 in het noorden. 13, misschien zelfs wel 14 in het zuiden. De neerslag verdwijnt. Hier en daar klaart het even op en de kans daarop is het grootst in het oosten. De wind wordt noordoost en matig van kracht. Vanavond al een paar opklaringen in het noordoosten. Verder nog steeds wolkenvelden. en temperatuur die gaat dalen naar 6 graden in het noorden en 10 in het zuidoosten van het land. Vannacht gaat er nog wel wat ver af. Dan gaan we naar morgen met 8 of 9 graden op de thermometers. Vooral in de noordelijke helft van het land schijnt de zon van tijd tot tijd. In het zuiden zijn wolkenvelden hardnekkiger. En er staat een merkbare Noordoostenwind, matig tot vrij krachtig. Ook vrijdag nog een Noordoostenwind. Zaterdag en zondag is de wind wat minder merkbaar. En we zien de temperaturen verder dalen. Vrijdag en zaterdag zo'n 6 graden, zondag een graad of 8. En vooral zondag zien we toch wel iets meer wolkenvelden, denk ik. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.